Voorschoten heeft de boel weer op de rit. Dat zei de burgemeester van Voorschoten, Paulien Bouffier-Koenen, tijdens de nieuwjaarsreceptie. En er komt een nieuwe kroonbenoemde burgemeester. Maar of waarnemend burgemeester Bouffier zich daar verkiesbaar voor stelt, moet nog blijken. Ik wachtte door de gemeenteraad op te stellen profielschets af. Om vanuit daar te bepalen of deze past bij mij. En tot dan blijf ik met veel plezier uw burgemeester. De wethouders zien het in ieder geval wel zitten. Ik hoop dat ze gaat solliciteren, want ik vind het een ontzettend toffe burgemeester. Ik zou het leuk vinden als ze blijft. Maar ze moet haar eigen afweging goed maken natuurlijk. Of inderdaad het profiel en zij goed bij elkaar passen. Ja. Maar nee, ze doet het hartstikke goed. Het is goed dat er een kroonbenoemde burgemeester komt. En het is goed wat mevrouw Bouffier doet. Dus ja, ik denk dat dat heel positief is. Ook bleek uit de burgerpeiling dat het vertrouwen in de politiek van Voorschoten een dieptepunt heeft bereikt. Maar toch, als ik naar de cijfers kijk in Voorschoten, dan blijkt uit de laatste burgerpeiling dat het vertrouwen in de lokale politiek is gedaald van 30% naar 14%. Terwijl het landelijk gemiddelde ligt op 34%. Dat begrijp ik wel. Er is een hoop gebeurd de afgelopen jaren. Het goede nieuws is, in dezelfde peiling hebben mensen wel heel veel lof gesproken over het dorp. De kwaliteit van wonen hier, er is veel groen. We hebben een mooi winkelcentrum. Het is hier goed ondernemen. We liggen op een prachtige plek in de Randstad. Maar ja, de kwaliteit van besturen moet omhoog.